Goed, goedenavond. Ik stel voor dat we gaan beginnen. En welkom bij de Groene Peper. Het tweede keer dat we de Groene Peper online organiseren. En welkom bij het webinar Lector van het Jaar. De Lector van het Jaar vandaag is geen verkiezing van wie de meest duurzame Lector van het Jaar is. Maar we hebben de drie lectoren die zijn genomineerd uitgenodigd om iets meer te vertellen over hun werk. En dat is vanavond. En de uitreiking van de Duurzame Lector van het Jaar is vrijdag. Dus mocht je daar nog bij willen zijn en denken, ik wil weten wie gaat winnen, schrijf je nog in voor vrijdag, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En welkom dus bij de Groene Peper, want dit seminar of deze webinar vindt plaats in een iets groter geheel, namelijk de Groene Peper. Dat is het duurzaamheidsevenement voor onderwijs van de toekomst. De plek om je te laten inspireren en te verbinden op het gebied van duurzaamheid met experts, studenten, dat zijn natuurlijk eigenlijk dezelfde, facilitair managers, coördinatoren, docenten, bestuurders enzovoort. Voor mij zijn we al best met een mooie groep en ik probeer deze sessie ook wat interactief te maken, dus we gaan het in WebEx ook proberen. Mocht je straks iets willen bijdragen, dan kun je dat gewoon in de chat zetten. En Nicky en ik houden dat een beetje in de gaten en dan kun je kijken of je daar, dan geef je het woord en dan zal Nicky je proberen te unmuten, want dat kun je niet zelf, maar dan let even op als je naam genoemd wordt, dan moet je even op een knopje drukken. Dan kun je ook live in de webinar wat zeggen. Nog even kort, de Groene Peper. Dat is een initiatief van veel organisaties. Dus dat is van bijvoorbeeld RVO, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. SURF, Studenten van Morgen, waar Nicky voorzitter van is. Sustainable Digital Infrastructure Alliance en het Groene Brein, daar ben ik zelf van. Dus ik ben Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein en ik mag deze sessie modereren. Vanavond hebben we voor mij een fantastisch mooie selectie van sprekers, namelijk de drie genomineerde lectoren, duurzame lectoren van het jaar. Dus daar zijn we heel trots op. En voordat we beginnen wil ik nog even wat mededelingen doen. Dat is namelijk dat dit webinar wordt opgenomen en je kunt dus, wat ik net al zei, uitgebreide chatfunctie. Als je vragen hebt of opmerkingen, kan het ook gewoon algemeen. Maar het is natuurlijk ook leuk om over de inhoud dingen te zeggen. Wij proberen daar dingen ook uit op te pikken. En mochten er technische vragen zijn, ja, als het niet lukt in de chat om dat op te lossen of iemand om hulp te vragen, dan is het makkelijkst om er even uit te gaan. En dan kun je er weer opnieuw in. En vaak doet het dan wat weer. Dat is een beetje hetzelfde als mijn kinderen, waar jullie net sommige van jullie Joep nog hebben gezien, als die dan vragen of iets kapot is, bijvoorbeeld van een computer of van stereo, dan doe ik heel ingewikkeld. Dan maak ik hem open en dan blaas ik en dan doe ik hem weer dicht. En bijna altijd doet hij dan weer. Dat is echt zo grappig. Dat is de manier om dingen te maken, volgens mij. Nou, voor mij zijn we wel klaar voor over te gaan naar de eerste spreker. En dat is niet een van de lectoren. Want het leuke van deze verkiezing Lector van het Jaar is dat hij niet zomaar is georganiseerd of door bestuurders is bedacht, maar het is een verkiezing georganiseerd door studenten. En namelijk studenten van het ISO, het Interstedelijk Studentenplatform. Dat zeg ik vast niet helemaal goed, maar ik wil graag Leon vragen om daar kort iets over te vertellen. Leon van der Nut. Dankjewel Anton, en ik neem je advies ter harte. Het uit- en aanzetten van apparaten werkt natuurlijk altijd supergoed. Hey, inderdaad, ik ben Leon, algemeen bestuurslid bij het ISO. Het staat voor Interstedelijk Studentenoverleg. Nou, het is, de naam is niet zo heel sprekend als ik het zelf mag zeggen, maar wij zijn de koepelorganisatie van centrale medezeggenschapsorganen vanuit de hogescholen en de universiteiten. En wij organiseren samen met Science Guide en een derde partner ieder jaar de Lector van het Jaar. En SURF is vorig jaar langsgekomen. Toen ging het over digitalisering en onderwijsinnovatie. Nou ja, dit jaar doen we het met Studenten voor Morgen en staat het in het teken van duurzaamheid. Dat vonden we een mooi actueel thema. En het ISO organiseert al sinds 2010 de Lector van het Jaarverkiezing. Dus dit is de 11e editie. En dit is eigenlijk allemaal begonnen omdat we onderzoek, specifiek binnen de hogescholen, als een enorm mooie toegevoegde waarde zien voor de onderwijs van studenten. Alleen was het onderzoek op hogescholen natuurlijk nog niet heel zichtbaar. De universiteiten deden onderzoek en de hogescholen gaven les. Nou ja, en wij wilden deze verandering graag een steuntje in de rug bieden. En daarmee ook de lectoren die daar zorg voor dragen, elk jaar in het zonnetje zetten en even
er meer aandacht aan geven, zodat de lector van het jaar opgekomen is. En dat doen we ieder jaar nog met heel veel plezier. Dus zo ook dit jaar. En mede mocht ik onderdeel uitmaken van de jury. Nou. En we zijn heel erg blij met het nieuws van de derde cyclus. Wat nu de pilots ingaat. En volgens mij dragen sommige lectoren die genomineerd zijn daar ook aan bij. Nou, dat vinden we natuurlijk super fijn. En ik ben heel erg benieuwd naar vanavond. En ik hoor graag meer. Oké, dankjewel, Leon. En super fijn dat jullie als studenten dit initiatief nemen. Want voor mij is het sowieso heel fijn altijd om een prijs te winnen. Maar helemaal als die door studenten is opgezet. Want dat, ja, dat mag, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar dat zijn toch de klanten van goed onderwijs. Dus dat is hartstikke fijn. Dankjewel. Dankjewel voor al je activiteiten op dit vlak. Ik zie ook dat Ramon van Doren er is van Science Guide. Dus mochten er ook vragen zijn richting Science Guide, een van de partners, dan kun je die ook in de chat kwijt. Dan wil ik nu graag beginnen met drie lectoren even te noemen. We hebben dus drie lectoren genomineerd. En dat zijn Mieke Oostra van de Hogeschool Utrecht, Patrick Huntjes van de Hogeschool in Holland en Floris Boogaard van de Hanse Hogeschool uit Groningen. En we hebben hun alle drie gevraagd om even kort iets te vertellen wat ze eigenlijk doen. Want wij als jury, ik zit zelf in de jury, en Nicky en Leon dus ook, waren enorm onder de indruk van een breed scala activiteit. En het is heel leuk om even iets meer diepte in te gaan van wat doe je eigenlijk. En als eerste wilde ik vragen aan Mieke, Mieke Oostra van de Hogeschool Utrecht, om kort met ons te delen wat je doet als lector. Dankjewel, Anton. En goedenavond. Mijn naam is dus Mieke Oostra. Ik ben lector Nieuw Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Binnen deze hogeschool ben ik ook trekker van het thema energie-neutrale en circulaire gebieden binnen het Center of Expertise Smart Sustainable Cities. En verder ben ik voorzitter van het lectorenplatform Urban Energy, waarbij alle lectoren in het Nederland zijn aangesloten die zich richten op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Onze studie... Precies, nu slide 2. Dankjewel, Nicky. Onze studenten kunnen niet wachten tot zij een diploma hebben. Ze willen nu wat doen. Naast de ludieke acties in de stad om bewoners te wijzen op de gevolgen van klimaatverandering, ontstond 3 jaar geleden een eerste studentengroep die mee wilde doen aan de Solar Decathlon. Dit is een internationale wedstrijd in Amerika, de Olympische Spelen voor het ontwikkelen van het duurzaamste huis door studententeams, waar tot op dat moment alleen universiteiten aan deelnemen. De studenten wilden niet in de schoolbankjes bediend worden met kennis, maar handen uit de mouwen aan de slag. Of wij ze hier konden helpen. Natuurlijk wilden wij ze hierin faciliteren. Zo gezegd, zo gedaan. Ze wonnen onder andere de publieksprijs met een woning op het Utrecht Science Park te bewonderen is als het Denver House. En zelf hebben ze een bedrijf gestart met het concept onder de naam Selfficient. Daar bleef het niet bij. Dit jaar deed het tweede studententeam deed het tweede studententeam van de hogeschool mee en brachten de volgende prijs mee. Eerste prijs voor engineering, tweede prijs voor architectuur en de derde prijs voor operations. Top. Nu mag je de volgende. Lijkt me helder. Onze studenten voelen de urgentie. Ze willen graag de wissel omzetten naar een duurzame toekomst. Niet morgen, maar nu. Vanuit het lectoraat bouwen we met partners allerlei projecten, waarin studenten alvast een voorproefje krijgen van de werkzaamheden in die duurzame toekomst. Het project Inside Out is misschien wel het bekendste. Hiervoor hebben we met Penvoer de UCI diverse keren subsidie gekregen van de TKI Urban Energy en een prijs gewonnen voor beste project. Hierin werken we aan het energiepositief renoveren van een flat van het type Interfam. In Nederland zijn er 14.000 woningen gebouwd met dit systeem, waarvan er 6.500 in Utrecht staan. En als je in Utrecht bent, rijd dan eens langs de Henriëttendreef, dan ziet je ook alvast een klim van de toekomst. Vorig jaar hebben 2 van onze afstudeerders in dit project de Sustainable gewonnen. Momenteel werken ze bij Bos Installatiewerken als professionals om dit project af te ronden. 2 weken geleden kregen we als Utrechts consortium te horen dat we nu voor
3- en 4-laagse flats kunnen werken aan een soortgelijk industrieel vervaard renovatieconcept voor het bredere systeem met geld uit de Europese Green Deal. Naast renovatieconcepten werken we aan aardgasloze wijken en industriële bouwcomponenten die nodig zijn voor de groene make-over van woningen. U weet ongetwijfeld uit de pers dat het nog niet zo eenvoudig is wijken van het aardgas af te halen. Naast het feit dat de techniek goed zijn werk moet doen, geen herrie mag maken, betaalbaar en aantrekkelijk moet zijn, word je geconfronteerd met andere maatschappelijke opgaves die de bewoners raken. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, het werk van collega Floris. Naast het feit dat je geen natte voeten wilt in je woning, is er ook door de huidige warme zomer steeds meer behoefte aan koeling. Oudere mensen stellen hele andere eisen aan een woning. Moeten we deze dan ook niet meteen toekomstbestendig maken? Ook willen mensen graag invloed op hun eigen woon- en leefomgeving. Ze willen graag worden meegenomen in de plannen en ongeacht inkomen, status, leeftijd, afkomst of geslacht hieraan ook bijdragen. Dat wordt wel aangeduid als inclusiviteit. Verder hebben veel mensen zorgen omtrent de toenemende druk op het milieu, die breder gaat dan CO2-uitstoot alleen. Afnemende biodiversiteit bijvoorbeeld, uitloging van giftige stoffen in grondwater en oppervlaktewater, luchtvervuiling. Met deze spaghettiberg moet je wat als je op wijk- en gebiedsniveau aan het werk bent. Anders loop je het risico dat onvoldoende draagvlak is voor je oplossing. Ik ben super trots op wat we als lectoraat en Center of Expertise allemaal weten te realiseren. En toch, kijken naar alles wat er gebeuren moet, lijkt het ons als een druppel op een gloeiende plaat. Daarom ben ik op zoek naar leverage, het butterfly effect, of zoals u wilt, het plekje waar we onze acupunctuurnaald kunnen zetten om bij te dragen aan de opschaling. Naast alles wat we doen, hoort ook het werken aan nieuwe manieren van denken en nieuwe structuren, die ervoor zorgen dat wat we ontwikkeld hebben ook kan beklijven en zich verder door kan ontwikkelen. Dit alles uiteraard volgens de laatste inzichten op het gebied van transitiemanagement. Voor het nieuwe denken, dat nodig is als basis voor het nieuwe doen, werken we aan de uitwerking van nieuwe ontwerpprincipes voor circulariteit, ook te gebruiken voor de energietransitie. En hoe je nieuwe waardes als inclusiviteit en het voorkomen van negatieve milieu-impact kan vertalen naar de praktijk. Dit zie ik als basis voor onderzoeks- en onderwijsvernieuwing. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe uitstroomprofiel dat we nu aan het ontwikkelen zijn voor de MUAT. Zodat je straks je master kan halen, niet alleen op het gebied van energietechniek of duurzame gebiedsontwikkeling, maar ook als gebouwgerichte ingenieur. Als kroon op dit alles zijn we op verzoek van de minister van Onderwijs de professional doctorate aan het ontwikkelen, de zogenaamde derde cyclus, oftewel de evenknie van het universitair promotietraject. Ik trek de ontwikkeling van de pilot op het gebied energie en duurzaamheid, waarin we studenten de mogelijkheid willen geven zich te ontwikkelen naar niveau 8. Dit is het niveau waarop je geëquipeerd bent om als invloedrijke change agent met de handen uit de mouwen de wissels te verzetten van de energietransitie, als onderdeel van de huidige complexe maatschappelijke transformatie. Bedankt voor deze 5 minuten, of 6 minuten, wat waren het? Ik was aan het klappen, maar ik stond nog opnieuw. Dankjewel, heel mooi, duidelijk verhaal. Er is misschien nog wel ruimte voor 1 vraag. Dus mocht je een vraag hebben in de chat, dan kun je die nu heel snel stellen. Want, anders ga ik zo over naar de volgende spreker. Ik zie wel in ieder geval 1 compliment in de chat voor jouw verhaal, Mieke. Ja. Dus die kun je vast in je zak steken. Ik stel voor dat we dan doorgaan naar de tweede spreker. En dat is Patrick Huntjes van de Hogeschool in Holland. Patrick, mag ik ook jou vragen om in ongeveer 5 minuten, Mieke had er voor mij stiekem 6, maar dat mag, met ons te delen wat je zo doet als lector. Ja, dankjewel Anton voor de introductie en ook voor de mooie muzikale opwarming met je saxofoon. Ik heb vroeger zelf ook saxofoon gespeeld, dus ik ben wel een beetje jaloers op jou, dat je het nog steeds doet. Goed, mijn naam is Patrick Huntjes en ik werk sinds een aantal jaar als lector sociale innovatie bij de Hogeschool in Holland. En sinds 1 mei van dit jaar ook tevens als hoogleraar duurzaamheidstransities bij de Universiteit van Maastricht. En zowel in mijn lectoraat als leerstoel richten zich in het bijzonder op 3 transities. 1, de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem, inclusief de productie- en consumptiekant.
transitie naar een duurzaam, circulaire en inclusieve stad. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld klimaatadaptatie en energietransitie. Dus ik kijk eigenlijk ook al uit naar de toekomstige samenwerking met mijn collega Mieke, want dat hebben we tot op heden nog niet gedaan. De derde transitie waar we ons op richten is de transitie van de lineaire naar een circulaire economie. En in de praktijk zien we dat deze transities heel veel overlap met elkaar hebben. En dat betekent ook dat onze projecten zich in de praktijk daar vaak een bijdrage leveren aan twee of meer van deze deeltransities. En dat betekent ook dat we verschillende disciplines en verschillende opleidingen inzetten om met deze transities aan de slag te gaan in de praktijk. Vanuit het lectoraat lopen op dit moment een aantal onderzoeksprojecten. Tijdens de call om ze allemaal te gaan benoemen. Eentje daarvan is het landelijk onderzoeksprogramma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. En deze hebben we recent opgestart onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda. En hierin werken we samen met 8 universiteiten, de 4 groene HBO's en samen met een groot aantal bedrijven, NGO's en innovatieve platforms. En het doel is onder andere om tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem als geheel te komen. Ook door een nieuw ontwerp voor een duurzaam toekomstig voedselsysteem en het ontwikkelen van een transitieagenda om dit te kunnen realiseren. Daarnaast hebben we een aantal andere raakprojecten op de voedseltransitie lopen, bijvoorbeeld gericht op duurzaamheidskeurmerken. En recentelijk ook vers van de pers, vorige week toegekend, het raakproject gebiedsgerichte aanpak voor natuur-inclusieve landbouw. Waarin we in 8 casussen in Nederland gaan kijken hoe we via een gebiedsgerichte aanpak met alle partijen die daarmee bezig zijn, tot handelingsperspectief kunnen komen. Nou, op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling hebben we ook vanuit In Holland een aantal living labs, waaronder Delft-Tandhof, City Lab Haarlem en bijvoorbeeld de Sluisbuurt in Amsterdam. En de Sluisbuurt is in mijn optiek een heel mooi voorbeeld van een nieuwe stadswijk, waar de komende 15 jaar 5000 nieuwe woningen gebouwd moeten gaan worden. Een belangrijke ontwikkeling op de eerste plaats om het Amsterdamse woningtekort op te lossen. Maar tegelijkertijd ook een uitgelezen kans om met de kennis van vandaag de meest duurzame, circulaire en inclusieve stadswijk van Nederland te worden. Door sommigen wordt het de donutwijk genoemd, de eerste donutwijk van Nederland. Maar voorbeelden waar we nu aan werken, omdat In Holland daar ook een nieuw schoolgebouw gaat krijgen. Een heel duurzaam gebouw natuurlijk. Maar waar we momenteel aan werken met veel partijen, ook met studenten en bewonerscollectieven, is een waterplein, bijvoorbeeld ten behoeve van klimaatadaptatie. En het Zeeburg voedselbos. En dit laatste is een combinatie van een voedselbos, waar we veel onderzoek naar doen, en een burgerboerderij, waarbij bewoners van het gebied zelf mede-eigenaar kunnen worden van hun eigen circulaire voedselsysteem. En in mijn optiek is dat een heel mooi voorbeeld van sociale innovatie. En de Sluisbuurt is een voorbeeld van een living lab waarbij studenten uit nagenoeg alle opleidingen van In Holland bij betrokken worden. En dit geldt eigenlijk voor alle projecten die ik net noemde. Namelijk, deze projecten worden zodanig vormgegeven dat ze een leeromgeving bieden voor studenten uit verschillende opleidingen. Waarbij ze niet alleen interdisciplinair met elkaar moeten samenwerken, maar ook transdisciplinair. Dat wil zeggen met partners uit de praktijk. En onze uitdaging als hogeschool, maar ook voor universiteiten, is dan ook om studenten voor te bereiden op de toekomst. Door ze te leren over sectorale grenzen heen te denken en transdisciplinair samen te werken. Om de studenten hierop goed voor te bereiden, hebben we binnen In Holland bijvoorbeeld een nieuwe transdisciplinaire minor opgezet. Die heet Samenwerken aan de stad van de toekomst. Ook toegankelijk voor externe studenten trouwens, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Binnen deze minor gaan studenten effectief aan de slag met maatschappelijke thema's als klimaatadaptatie, circulaire economie, een gezonde leefomgeving, de energietransitie en de verdienmodellen hierachter. En daarbij leren ze uit verschillende vakgebieden met elkaar samen te werken en elkaar te begrijpen. En dit vergt om andere competenties en vaardigheden die ze in het regulier onderwijs eigenlijk nauwelijks aangeboden krijgen. Zoals systeemdenken, co-creatie en procesmanagementvaardigheden. En dit vergt dus onderwijsvernieuwing, waar deze minor een mooi voorbeeld van is. Tot slot, want ik moet op de tijd letten, rest mij alleen nog om mijn dank uit te spreken aan de organisatoren van deze duurzame versie van de lector van het jaar. En ik hoop dat er nog meer duurzame versies zullen volgen. Dank. Hij moet het wel een beetje, je mag ook dansen als je wat grappig horen voor iemand of...
Altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen online. Dankjewel Patrick, heel mooi verhaal. En ik had zelf wel een vraag, want je zei ook, wat mij opvalt, en dat vind ik zelf heel mooi en leuk, dat je heel veel verschillende onderwerpen combineert. En dat geeft je dan ook vorm in een minor waarbij je dus ook een onderwijsontwikkeling doet. Doen jullie die onderwijsontwikkeling ook helemaal zelf, of heb je daar juist ook weer binnen de hogeschool andere lectoren of buiten de hoofdstel andere partijen die je daarbij helpen? Of is dat gewoon jullie eigen... Nee, dit is een typisch voorbeeld van onderwijsvernieuwing, waar we dus met alle domeinen van InHolland samenwerken. En dat InHolland heeft eigenlijk alle opleidingen in huis. Hè. Dat varieert van bedrijfskunde tot PABO-studenten, tot gezondheidszorg, creative business en voedsel, water, energie en de bouw. Dus deze opleidingen komen eigenlijk allemaal samen met de lectoren en de docenten om deze nieuwe minor vorm te geven. De eerste lichting gaat nu op 1 september beginnen. En daar zitten ook studenten vanuit alle domeinen, hebben zich daarvoor ingeschreven. Oké, dat is heel mooi. Mooi om te horen. Dus, ik was wel benieuwd. Dankjewel voor je mooie, heldere verhaal. Dan wilde ik nu graag omschakelen naar de derde lector die we hebben gevraagd om ons wat meer te vertellen over zijn bezigheden. En dat is Floris Boogaert van de Hans Hogeschool Groningen. Floris, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Dankjewel dat we hier sowieso mogen zijn. Hartstikke goed dat er veel aandacht is voor toegepast onderzoek. En mooie verhalen al. Ik heb eigenlijk gekozen om een filmpje te laten zien. Niet dat het een allesomvattend filmpje is van wat ik doe als lector ruimtelijke transformaties water. Maar meer een greep van vorige week, wat we gedaan hebben met studenten in het veld, waarbij we leuke dingen onder water hebben gezet. Ik zal even het kort inlichten. Wat wij doen eigenlijk is climate cafés. Dat doen wij regionaal natuurlijk. Nou ja, ik ben lector bij de Hanze. Ik ben ook consultant bij Deltares en ik werk ook bij het Global Center of Adaptation, hier ook in Groningen. Regionaal doen we veel. Nationaal, we zitten in heel veel raakonderzoeken. Onder andere, de laatste ronde van Raak Publiek zijn we succesvol geweest met 3 projecten. Eén gaat over groene klimaatadaptatie, andere gaat over groene bedrijventerreinen en we gaan ook waterbergende wegen bijvoorbeeld. Dus dat zijn de 3 prachtige onderzoeken, ook veel internationaal onderzoek. Dus we doen climate cafés waarbij we met studenten lekker naar buiten gaan en echt in het veld interdisciplinair en internationaal bezig zijn. Dat zie je straks even in het filmpje van regionaal. En verder zijn er heel veel hogescholen natuurlijk bij betrokken vanuit de RAAK en de universiteiten. En ook promotieonderzoek van verschillende MBO-projecten ook en Horizon 2020. Ik denk dat dat een leuke impressie geeft. Dus laten we gewoon het filmpje kijken wat mij betreft, Nicky. We horen geen geluid, volgens mij. Wat zei je, Floris? Volgens mij horen we geen geluid. Nee, het geluid van het filmpje horen we niet. Je hoort helemaal geen geluid? Dat is gek. Oh. Ja. Oh, volgens mij omdat ik hem zelf natuurlijk... Ah, ik heb mijn eigen geluid uitgezet. Maar dat is natuurlijk heel stom. Dan doen we het nu nog een keer. Hans, ga ik playbacken hoor. Dat is ook goed. Ja, het is vooral met jouw stem. Maar dan hierbij. Mijn naam is Floris Boogaert. Ik ben lector bij de Hans Hogeschool. Ik ben ook consultant bij Deltares en onderzoeker bij het Global Center of Adaptation. En deze week zijn we proeven aan het doen. We zijn hier in Zwolle bij een wadi, wat gebruikt wordt als klimaatadaptatie, groene klimaatadaptatie, waar nog heel veel vragen van zijn voor verschillende gemeentes. Bijvoorbeeld in het Drentse Overijsselse Deltagebied. Daar gaan we onderzoek doen naar deze klimaatadaptatie. Het is belangrijk om hier onderzoek naar te doen, omdat dit is de nieuwe normaal. We hebben intensievere buien, die wateroverlast veroorzaken. Dat past niet allemaal in grijze buizen onder de grond. Dus proberen de openbare ruimte, de groene openbare ruimte te gebruiken om het water te bergen en langzaam te infiltreren naar de ondergrond. Dus dat is een oplossing voor droogte. Dat is een oplossing voor het vasthouden van water, dus dat we geen wateroverlast meer hebben. En ook bijvoorbeeld hittestress. En wat je hier ook ziet is natuurlijk hele mooie bloemen, dus het is ook biodiversiteit. Dus we proberen dit te promoten. Maar er zijn nog wel een hoop vragen. Hoe snel gaat het water bijvoorbeeld, hoe snel infiltreert het? Is het water weg voordat een volgende intensieve
emissie verduikelt. Nou, dat proberen we hier te simuleren met een tankwagen onder andere. We kijken ook naar de biodiversiteit. Hè. Dus je ziet een paar studenten hier ook kijken welke bloemen hier zijn. Want meestal met bloemen, afgezien natuurlijk van de vlinders en de bijtjes, krijg je hiermee ook een betere doorlatendheid van de bodem en een gezondere leefklimaat eigenlijk. De resultaten van de Climate Cafés, dat is dus heel veel data. Die stoppen we in een database, dat heet Climate Scan. Hè, die onder andere gebruikt wordt door het waterschap, Drentse Overijse Delta en heel veel partijen, internationaal. En met die data gaan we analyses maken. Waar werken dit soort voorzieningen wel? Op welke locaties, waar misschien niet? Waar kunnen we van leren? Het moet nu verzameld worden en het moet leiden tot nationale richtlijnen voor een groene klimaatadaptatie. En dat is een droom en daarom hebben we dit RAAK-project gefund door SIA. Over groen-blauwe klimaatadaptatie. Nou, dat geeft even een beeld, denk ik, van wat we doen. En verteld door stakeholders, hè, van het waterschap. En leuk om te vertellen, dit was vorige week in Zwolle. Deze week zitten we in Groningen. Morgen gaan we van alles onder water zetten in deze regio. Ik zit nu op de Hanzen. En binnenkort, als je naar climatecafégaat.nl, gaan we naar Gothenburg. Dat is wel digitaal. En hopelijk na de vakantie kunnen we weer naar Azië en Peru en andere mooie landen. Dus tot zover 5 minuten, denk ik. Dankjewel. Supermooi, dankjewel. Doris, heel fijn. Supermooi. En ik had zelf één vraag. Ik ben ook betrokken zijdelings bij Globe, ik weet niet of je dat kent. Dat is waarbij middelbare scholen ook meedoen aan dit soort onderzoeken om allerlei data te verzamelen. Werk je daar mee samen? Ja, die zitten onder andere samen met WO, werken we veel samen. We hebben doorlopende leerlijnen, hè, zoals het zo mooi heet, dus van mbo tot universiteit. En zij zijn in ieder geval betrokken bij Climate Café in Noord-Holland, wat we gaan organiseren. We gaan heel Nederland rond, regionaal, dus Zwolle, Groningen noemde ik al. Maar we gaan ook naar het prachtige Zeeland, we gaan ook naar Limburg, Grensmaas. En natuurlijk naar Noord-Holland met het eiland Texel, wat erg populair is bij studenten waar ze graag heen willen. Dus, en dat laatste zijn ze bij betrokken. Ja. Ja, supermooi. Ik dacht, anders kan ik nog een mooie verbinding leggen, maar je was me voor. Dus, het kan altijd. Ik zie dat we met ruim 40 mensen zijn. Is er iemand die een vraag wil stellen aan een lector? Of dat je denkt, ik zou eigenlijk willen dat jullie meer dit doen of juist meer dat? Of kun je nog iets meer daarover vertellen? Of heb je nog een idee voor mooi onderzoek? Of wat zou jij willen dat een lector doet op het gebied van duurzaamheid? Nu is je kans. Een paar minuten voor een mooie vraag. Als er geen vragen zijn, dan ga ik gewoon zelf vragen stellen, want ik heb er altijd genoeg. Dus, of Nikki, misschien jij als student een mooie vraag aan een van de lectoren. Ik heb op dit moment geen vraag, maar misschien is het goed dat jij anders gewoon een eerste vraag stelt en dat mensen daarop kunnen aanhaken met vervolgvragen in de chat en dan zal ik die er doorheen gooien. Oké. Okay. Hey, als ik naar jullie drie van haar luister, dan ben ik sowieso erg onder de indruk van alle drie, dat jullie heel veel dingen doen. En ik ben zelf al vrij lang betrokken bij allerlei onderzoek en praktijkdingen rondom duurzaamheid. En het valt me soms op dat het bij universiteiten, iets minder bij hogescholen, bij heel erg beperkt blijft het een klein groepje studenten of docenten die een bepaalde studierichting doen. Kunnen jullie iets vertellen over hoe breed de inbedding is in de hogeschool? Mieke, mag ik bij jou beginnen? Je staat nog op mute. Na zo lang oefenen. Hè? dat is heel erg afhankelijk van hoe goed de verbindingen zijn uit je lectoraat met het onderwijs. Het hangt er heel erg af ook van mensen die zitting hebben in je team. Hoe is dat bij jou? Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik allerlei mensen heb die of verbonden zijn met allerlei minors en masters. Mooie linking pins zijn naar studenten op duurzame thema's. Dus mij hoor je niet klagen. En ik denk dat ons bereik vrij groot is. Ook gezien het feit dat we vanuit verschillende opleidingen studenten kunnen koppelen. En in de eerste instantie waren dat natuurlijk voor de hand liggende studenten vanuit Built Environment. En ook vanuit meer de installatietechniek, dus werktuigbouwkunde en elektrotechniek en technische bedrijfskunde. Maar we zijn ook andere lijntjes aan het leggen, omdat we veel meer ook aan het kijken zijn naar biobased oplossingen, waar bijvoorbeeld ook chemische technologie bij hoort. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar blockchain oplossingen
voor het distribueren van elektriciteit, dan betrekken we bijvoorbeeld ook weer mensen vanuit rechten. Dus het is een heel divers palet. Okay. Dan nodig je graag even uit om daar nog wat verder op toe te lichten. Ja, oké, mooi. En Patrick, jij zei er eigenlijk al iets over, hè, dat jullie die opleidingen met alle expertise die je in Holland heeft doen. Doen jullie dat ook over de verschillende plekken waar in Holland zit? Want jullie hebben natuurlijk vestigingen in Delft en Alkmaar. We hebben 6 locaties inderdaad in de Randstad, waar we met een in Holland gebouw zitten. Dus we beschouwen dan de wijk waar we in zitten ook als onze achtertuin, waar we graag met partijen en studenten samen aan de slag gaan. Maar ja, kijk, mijn lectoraatsopdracht is per definitie eigenlijk al domein overstijgend. Dus ik heb eigenlijk wat dat betreft een hele luxe positie. In Holland heeft natuurlijk ook is ondertekenaar van de Sustainable Development Goals Charter. Dus elk domein bij in Holland is wel in meer of mindere mate met duurzaamheid bezig. Zodra het dan om systeeminnovaties gaat of maatschappelijke vraagstukken die daarvoor spelen, dan komen de lectoren snel bij mij uit en ik zoek ze ook op. Ja, om een voorbeeld te geven, we hadden dus de hackathon circulaire economie, hè, wat ook door het Groene Brein georganiseerd is. En daar hadden we een studentengroep zitten op de circulaire Greenport. En daar werken we dan samen met de mensen van bedrijfskunde, Business Finance en Law. En in de Sluisbuurt werken we dan samen met het domein Creative Business als voorbeeld. En dat geldt ook voor gezondheid, sport en welzijn domein. Voor bouw, circulaire bouw, daar werk ik veel mee samen. Dus in die zin is het per definitie mijn lectoraat heel erg domein overstijgend. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde wat Mieke ook zegt. Hè? Dus dat jullie allebei een inhoudelijk vrije rol hebben. In de zin dat je projecten kiest en daar allerlei mensen bij kunt betrekken die op die projecten hun expertise goed kunnen inbrengen. Van juridische zaken tot biobased. Mooi. En Floris, is dat bij jou hetzelfde? Of? Ja, ja, precies. In het filmpje zag je al dat we sowieso heel verschillend onderzoek doen. Hè. Het gaat om natural science, maar ook social science. Dus bijvoorbeeld zo'n groene klimaatadaptatie, naar mensen bij de bodem aan het kijken, bij de water aan het kijken. Storytelling, dus interviewen bewoners, wat ze ervan vinden bijvoorbeeld. Dat is ook een hele andere techniek daarbij. Minerva is er altijd bij betrokken vanuit de Hanze, dus echt kunst ook. Wat een hele leuke invalshoek altijd geeft, met name in de internationale climatecafés, waarbij je niet dezelfde taal spreekt. En wat je misschien niet zag op het filmpje zijn de t-shirts met de verschillende hogescholen. Maar we zijn in Zwolle geweest. Er was Saxion, Ares, in Holland trouwens ook. We hebben van Nick hebben we een hele mooie app om biodiversiteit te bekijken bijvoorbeeld. Dus ook daar zijn, even kijken, wie noem ik nog niet. Windesheim was daar ook bij betrokken. Dus en vanuit die opleidingen, dat is ook een beetje de bedoeling dat je het ook met verschillende schools ook doet. Dus je gaat niet alleen interdisciplinair, maar ook interschool, zodat ze elkaar ook ontmoeten daarbij. En we mixen ze in groepen ook, waarbij het gaat om de competenties, meestal aan het einde van de week, waarbij ze aan stakeholders hun oplossing voor het probleem of de verbetering van klimaatadaptatie mogen weergeven. Dus eigenlijk alles draait om verschillende disciplines en elkaar te verbinden daarbij. Oké, mooi. Ja. En je gaf net al even aan dat jullie ook met voortgezet onderwijs studenten werken. Werken jullie dan ook met studenten van de RUG, om maar wat te noemen in Groningen? Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk heel dichtbij, dus dat scheelt heel mooi. En van de RUG, maar ook Radboud zit erbij betrokken vaak. Ik begeleid ook wat promotiestudenten van TU Delft en IAE Delft. Dus die zit er heel erg in. Ook het technasium met verschillende scholen zijn betrokken bij komende climate cafés. Dus, want nu zag je een groepje natuurlijk vanwege COVID wat klein was. Ook al was het nog best aardig wat, hè? 30 studenten die meededen. Maar zoals laatst in Rotterdam zijn we met 250 studenten, dat was voor COVID, zijn we het veld in gegaan. Ik kan je voorstellen dat daar daar van de universiteit voortgezet onderwijs, dus alle leerlijnen eigenlijk betrokken zijn. Dus, Als ik naar jullie verhalen luister, dan dacht ik van, zat ik nu maar van de hogeschool? Voor mij is dat een superleuk onderwijs. Is het overal zo, als je zo op de hogeschool rondloopt, dat zeg maar, het beeld ontstaat een beetje dat heel veel partijen met elkaar samenwerken en heel dynamisch op mooie vraagstukken die je er echt te doen, samenwerken om samen impact te realiseren? Heb je het gevoel dat je een vreemde eend in de bijt bent of dat je juist, nou, dat iedereen eigenlijk zo werkt? Dus laatste. Nou, er is toch wel onderscheid, zeg maar. Er zijn
lectoraten die zich eigenlijk puur op het onderwijs richten. Er zijn lectoraten die zich puur op het onderzoek richten. En er zijn lectoraten die ertussenin zitten. Ik heb het gevoel dat je nu in ieder geval drie lectoren getroffen hebt die de combinatie maken. Misschien vonden wij dat als jury dan leuk. Ja, dat, ik denk dat dat ook eigen is aan het vraagstuk van de duurzaamheidstransitie. Dus ja. Dat is zo'n complexe maatschappelijke uitdaging dat je dat niet vanuit één discipline of vanuit één partij kan oplossen. Ja. Dus wij zijn wel, dat is gewoon een noodzaak tot samenwerken met verschillende disciplines van partijen. Want daar komt ook heel veel kennis vandaan. Ja, wat natuurlijk ook zo is, het is altijd ambitie om het nog weer beter en nog weer groter te doen. Dus het is altijd, blijft altijd een puntje van aandacht en ook van hoe kun je samen met de instituten ook telkens de lat weer een stukje hoger leggen. Dus een continue ontwikkeling. Ja. Dat is wel een mooi bruggetje naar mijn laatste onderwerp, namelijk de groene reset. Want wat wil jij doen om, als het weer even kan, na corona, of als iedereen gevaccineerd is, om nog meer impact op duurzaamheid te halen? Jij zei al, ik wil groter. Heb je daar concrete beelden bij? Wat zou je als corona over is en studenten weer op de campus zijn, wat zou je dan juist willen doen, Mieke? Nou ja, we zijn bij de Hogeschool Utrecht plannen aan het maken om zeg maar onze ruimtes, want we hebben er als hogeschool bewust voor gekozen om zo'n strak mogelijk jasje te hebben rondom alle studenten en medewerkers heen. Dat was rondom COVID natuurlijk iets minder fortuinlijk. Maar we willen nu zeg maar onze gebouw zoveel mogelijk geschikt maken om meer met praktijkgericht onderzoek aan de slag te gaan. Dus echt dat je ateliers maakt waar studenten gewoon lekker aan de gang kunnen gaan. Dus het maken willen we veel meer centraal gaan stellen. En daar verheug ik me nu al op. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke component van wat wij doen en waarvoor we ook opleiden. En noem eens een voorbeeld wat studenten dan gaan maken. Je kan werken aan een stillere warmtepomp bijvoorbeeld. Of werken aan die bouwcomponenten die je nodig hebt voor de renovatie. Die je nu om moet zeg maar, van de gebruikelijke materialen naar meer bar-based materialen. Nou, dus er is van alles te verzinnen. Niet alleen vanuit mijn lectoraat, maar ook vanuit andere lectoraten. En weet je, het mooie is dat je dan ook ruimte krijgt om dingen te laten liggen. Dat je een soort van war rooms kan inrichten voor een clubje studenten. Die bijvoorbeeld bezig zijn rondom de Quest, een onderwijsmodule bij ons. Waar vanuit verschillende opleidingen ook studenten bij elkaar komen. Dat je niet telkens alles weer in mee naar huis moet nemen of in kastjes moet stoppen, wat niet vaak het geval is. Maar dat je echt gewoon een plek hebt waar je naartoe kan gaan om met je team daaraan verder te bouwen. Dat we okay. Veel meer faciliteren en veel meer ruimte ook ter beschikking hebben. Ja, en doen jullie dat dan op de campus of ook gewoon, jullie zitten natuurlijk ook veel in wijken in... We hebben natuurlijk ook allerlei living labs, dus we zijn natuurlijk ook aan de gang. En wat je natuurlijk bij COVID ook gezien hebt, is dat studenten juist en onderzoekers ook dingen mee naar huis hebben genomen om maar door te kunnen gaan met het eigen onderzoek. Want op een gegeven moment lag het natuurlijk helemaal plat. Terwijl je wil natuurlijk geen vertraging oplopen en niet met je onderwijs en ook niet met je onderzoek. Dus wat mensen zijn gaan doen is hun eigen schuurtje gaan inrichten of een andere plekje in huis maken waar zij door konden gaan met onderzoek. En ik denk ook dat dat een blijvertje is. Want het is natuurlijk veel makkelijker om s'avonds even naar, naar je schuurtje te lopen of iets zeg maar op je kamer nog even bij je proef nog een beetje bij te stellen of bij te vullen of wat dan ook nodig is. Dan dat je daarvoor helemaal naar de huur moet fietsen en weer terug. Dan gaan jullie dat ook actief stimuleren dat mensen dat delen met elkaar. Kijk, mijn schuurtje staat hier. Kom s'avonds maar langs. Daar hebben we nog geen concrete plannen voor, maar wellicht dat we dat gaan doen. We gaan in ieder geval meer actief nadenken over van wat we digitaal kunnen doen. Hè. Dus meer het klassikaal onderwijs kan je natuurlijk heel makkelijk ook digitaal af. Maar dat je echt juist dat maken en dat doen, dat je dat meer gaat faciliteren. En daarbij ook alle mooie faciliteiten die we hebben gewoon veel beter kan inzetten en ook veel beter kan benutten. Het is natuurlijk wel super gaaf als dat ook bij mensen thuis kan. Als iemand zegt van kom maar naar mijn schuurtje. En dat je daar ik zie het wel voor me, zo'n netwerk in Utrecht. Een omgeving waarbij je bepaalde tientallen plekken mensen dingen ziet maken. Soms in een schuurtje, soms op een hogeschool, soms in een woning. Superleuk. Superleuk. En Floris, hoe is dat bij jou? Waar kijk jij naar uit als wie meer mag vanuit de COVID-maatregelen? Wat wil maken? Ik denk sowieso dat we de climate cafés wat groter aan kunnen pakken en daardoor ook wat meer impact hebben.
Op zich ben ik niet ontevreden overigens hoe we het nu doen, echt al landelijk en internationaal. Wat wel leuk is, is dat het ministerie ons ook echt ingehuurd heeft om dit landelijk op te pakken. Dus daarmee kun je veel meer bereiken. Dan wordt het echt nationale water challenges en waar mensen nog meer mee kunnen doen. Wat ik ook ontzettend leuk vond, corona heeft ons ook best wel veel gebracht. We hebben ook tools als mappen online. Een database gemaakt met 6000 locaties waar klimaatadaptatie plaatsvindt, waarvan meer dan 2000 in Nederland. Wat een heel mooi overzicht geeft voor de Delta-commissaris, onder andere van waar het allemaal gebeurt. En er zijn een paar locaties die ik dan voorbij zie komen met een paar andere enthousiastelingen waar ik heel graag heen wil. En het varieert van een trampoline bij iemand in de tuin waar ze een gat gegraven hebben. Dat springt wat lekkerder en daar hebben ze de regenpijp op afgekoppeld die dan helemaal vol staat. Daar zou ik graag gewoon eens willen bezoeken met mensen om dat ook goed vast te leggen. En dat het ook als stimulans kan voor andere mensen om in hun tuin andere dingen te gaan doen. De proeftuinen bezoeken, waar heel veel studenten hebben fantastische dingen ontwikkeld als waterwalls, die we dan veel meer kunnen neerzetten en ook onderzoek naar kunnen doen. Daar heb ik echt heel veel zin in. En we zijn ook de laatste tijd heel veel gevraagd om wat waterpleinen onder water te zetten, zodat mensen ook naar buiten komen en weten, hey, dit is een waterplein. En op deze manier dat te implementeren. En een van die waterpleinen ligt in Malmö, Zweden. Dus het lijkt mij wel leuk om daar weer heen te gaan met een groep en fantastisch onderzoek te doen. Je staat nog op mute, Antoine. Supermooi, Floris, dankjewel. Ik was al een helemaal compliment aan het geven, maar dankjewel. Voordat ik naar jou ga, Patrick, wou ik heel even aan Leon vragen, want ik zie dat jij een vraag had. Ik had jouw appje wat, of jouw chat wat verkeerd geïnterpreteerd van ja, kom maar door, in de zin van kom maar door met jullie vragen, maar jij had een vraag. Vertel. Ik was niet met intentie om te onderbreken hoor, niet, helemaal niet. Maar ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hoe jullie de huidige situatie aanpakken. Dus laten we even eerst naar Patrick gaan, want anders gaan we helemaal weer van dit onderwerp af, van wat er gebeurt. En dan gaan we kijken naar hoe jullie op het moment de koppeling met onderwijs en studenten aanpakken, want dat lijkt me nog wel een uitdaging. Ja. Oké, dus nu is van het nu, hoe doe je het nu, Patrick? En dan kun je ook meteen door naar van wat is jouw droom voor de komende tijd. Dus, ja. Ja, goed, ik kijk met name uit natuurlijk om weer in de praktijk aan de slag te gaan. Want de aard van het onderzoek wat we doen en het onderwijs wat we doen, is toch dat we een leeromgeving aan studenten bieden, waar ze in de praktijk samen met onze partners een maatschappelijk vraagstuk oppakken. In de vorm van een Living Lab, anderszins. In de Sluisbeurs zijn we nu bezig met de opzet van een duurzaamheidspaviljoen. Dat is een eigen broedplaats waar verschillende partijen werken aan de inrichting van de Sluisbuurt. Het waterplein is daar, daar wil ik graag een keer over doorpraten met Floris, want die moet ook getest worden uiteindelijk. Dus leuk. Dan kom ik graag over bij je terug. Ja. Maar de aard van het werk is wel zo natuurlijk, dat op het moment dat je met complexe vraagstukken bezig bent en je hebt daardoor verschillende partijen nodig, allemaal een stukje informatie, maar allemaal een eigen perspectief, dat je die wel bij elkaar moet brengen om daarna een gezamenlijke visie en een gezamenlijke basis te zoeken om tot oplossingen te komen. Jullie doen dat nu ook? De vraag van Leon was van wat doe je nu om het goed mogelijk? Ja, dus dat is een beperking van, ik merk dat wel als een beperking van de coronatijd, hè, dus dat je dat zeg maar al fysiek bij elkaar komt en waar je door de non-verbale communicatie mist. Dat je eigenlijk om de co-creatieprocessen, die hebben wel ergens een beperking opgelopen in mijn optiek. Ja. Dus ik kan niet wachten om daar weer in een betere setting weer mee aan de slag te gaan. Ja, dus ik hoor jullie eigenlijk alle drie wel zeggen dat je ook nu gewoon hele mooie projecten doet en mensen bij elkaar brengt en veel online dingen doet enzovoort. En ook wel dingen meeneemt van online wat Mieke denk ik een heel mooi voorbeeld geeft van iedereen zijn eigen schuurtje. Dingen maken, misschien later ook wel weer volhouden. Ik vind dat wel een mooi beeld. En dat ook delen met elkaar. Maar jullie kijken alle drie ook wel uit naar als er weer meer kan. En juist om mensen bij elkaar te brengen. En samen van Malmö tot Zwolle en van Amsterdam tot Utrecht impact te maken. Nikki, jij hebt de laatste vraag, denk ik. Want daarna ga ik naar afronding toe. En ik zie dat Ramon ook nog een vraag heeft. Als jullie nog 2 minuten lang hebben, dan kan dat net. Nikki, jij mag eerst kort en dan Ramon. De sessie duurt tot 8 uur, dus we hebben nog een kwartier. Ik dacht 3 kwartier. Nee,
uur, dus we hebben precies... Dan hebben we een mooie tijd. Ga verder. Zeker, zeker. Ik denk dat ik ook wel... Ik ben natuurlijk zelf ook student en ben ook betrokken bij de Sustainable. En we kijken heel erg naar wat er voor dit jaar allemaal gebeurt. Maar ik ben benieuwd of jullie nog bijna snode plannen hebben eigenlijk, of nieuwe ideeën die opgekomen zijn door corona of in deze tijd dat je meer kon nadenken. En om eigenlijk zelf echt een groene reset te maken in het komend academisch jaar. Om weer meer impact te gaan maken. Dus op duurzaamheid. Maar het mag ook iets persoonlijks zijn. En dat je een persoonlijke duurzame impact gaat maken voor ons jaar. Floris, wil jij beginnen? Mooie vraag. Snode plannen. Snode plannen. Ja, ik noemde er net al een hoop. Waar ik heel veel zin in heb, is de innovatiewerkplaatsen. Dus waar mensen van Minerva en verschillende disciplines bij elkaar komen en toch alweer gaan reizen naar Melmo, wat ik al noemde. Want ik merk gewoon als wij met groepen studenten naar het buitenland gaan, dat hoeft helemaal niet zo ver te zijn. Dat kan ook Düsseldorf of net over de grens hebben. Ook wat grensmaas projecten bijvoorbeeld. Dat lijkt mij heel erg leuk. En toch weer gewoon echt het veld in gaan en daar onderzoek te doen. Daar heb ik het meeste zin in. En met name creaties maken waar bewoners op zitten te wachten. Dus echt die impact op regionale schaal. En die opblazen feitelijk naar mooie richtlijnen. En daarmee dat we internationale impact kunnen hebben. Dus, en niet onbelangrijk. Sorry? Hey, je hoort wel eens mensen die dan zeggen, ja, ik heb nu iets meer over na kunnen denken. En gekomen, dat ga ik dit doen. Want ik heb het nu het ei van Columbus bedacht. Heb jij dat ook? Nou, het ei van Columbus. Kijk, ik was best wel niet ontevreden over corona, wat het ons gebracht heeft, laat ik het zo zeggen. Wij hebben een compleet climate café met Filipijnen hebben wij gedraaid, bijvoorbeeld een paar weken terug. Daar konden veel meer mensen aan meedoen vanwege dat het digitaal was. Ook van verschillende universiteiten. Dat heeft me echt verbaasd. Dan gaat het echt soms naar honderden toe. En die impact, die grotere impact die je kan maken. En dat is niet hetzelfde dan echt naar het veld, hè, zoals je in dat filmpje zag. Maar dat willen we wel verder gaan ontwikkelen. Ik denk dat we daarmee zoveel mensen kunnen bereiken. En daar heb ik zelf wel echt heel veel zin in. Ook al reis ik dan niet naar de Filipijnen, denk ik toch wel dat we een hele grote impact kunnen hebben over de hele wereld. Dus, ja, punt. Ja. Oké. Okay. Mieke, hoe is dat voor jou? Heb jij ergens het snode plan gemaakt voor de vrijdagavond? Nou, er waren eigenlijk meer snode plannen, realiseer ik mij zo, tijdens de coronatijd die ze ontwikkeld hebben. Ik bedoel, eerst heb ik me inhoudelijk heel erg verdiept rondom het thema circulariteit. Omdat iedereen het erover heeft en iedereen interpreteert het ook anders, om daar gewoon eens goed de vinger achter te krijgen. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik... voor ProRail aan de ene kant en voor de andere kant transitieteam circulaire bouw, economie, dat ook in iets van schrijven om mocht zetten. Dus dat, en dat neem ik natuurlijk mee van hoe we straks ook nog weer duurzamere renovatieconcepten kunnen ontwikkelen. Van de andere kant, die link met de kunstacademie, waar Floris het ook zo over heeft, dat is iets wat ik heel erg mis, vanuit Groningen. Dus dat wil ik ook heel graag in Utrecht doen. En ik zie ook nu dat juist die verbeeldingskracht, die vanuit de kunstacademie wordt meegenomen, dat het heel erg belangrijk is om die energietransitie, om dat iets te laten zijn wat gaat swingen en waar mensen zich op kunnen verheugen. Waardoor maak ik het vaak zo zwaar en we hebben het alleen over kosten en techniek. Daarmee maak je het niet besmettelijk. Dus dat is dan twee. En dan ten derde zou ik willen zeggen. Corona is ook heel vruchtbaar gebleken om nieuwe structuren te bouwen. Want we hadden natuurlijk het Bouwtechniek Innovatiecentrum. Waar met name de universiteiten, de technische universiteiten en TNO en de verschillende brancheorganisaties. Belangrijke thema's rondom de bouw, waaronder ook de energietransitie op gingen pakken. En dan zijn we als hogescholen min of meer eigenlijk op de bagagedrager gesprongen. Van hé, wij doen ook onderzoek en neem ons mee in dit verhaal. Ze hebben heel erg aan ons moeten wennen, omdat ze niet zo goed beeld hadden van wat nou praktijkgericht onderzoek precies is. Dus dat hebben we heel goed duidelijk kunnen maken. Want we hebben voor corona nogal de eerste projecten kunnen maken en daadwerkelijk met elkaar aan de slag kunnen gaan. Maar we merkten dat we rondom energie...
transitie in de gebouwde omgeving wat dat betreft als lectoren heel goed georganiseerd waren. En dat kwam eigenlijk door de energiesprong, dat we daar elkaar al nodig hadden. Want we wilden allemaal informatie uit de projecten die daar gebeuren. Maar we zaten zelf natuurlijk niet in al die projecten. Maar toen dachten we van, hey, als dat zo lastig is, al die lectoren zitten er wel in als we nou zelf die verbinding maken. Dus we waren wat dat betreft al georganiseerd in een lectorenplatform. En dat kwam heel goed van pas voor BTIC. Maar we moesten ons natuurlijk rondom die andere thema's, zoals circulariteit, digitalisering, klimaatadaptatie, nog wel organiseren. Dus we hebben het nieuwe lectorenplatform opgericht, NLGO. Gebouwde omgeving staat het voor. En we moesten ook, zeg maar, leren acteren als hogescholen op de verschillende niveaus. Dus als vereniging hogescholen, de CVB's en de directeuren van de verschillende opleidingen. En wij zelf als lectoren. En dat hebben we ook voor elkaar gekregen. We gaan nu een heel lang traject in. Maar het is toch gelukt. Echt heel gaaf. Ja, ik herken het wel. Want ik had in februari heb ik met een aantal mensen de hackathon circulaire economie georganiseerd. En dat hebben we echt met een groepje mensen, overigens onder bestuurende leiding van mensen van de Haagse Hogeschool, hebben we in december bedacht en in 1 februari was het er, met meer dan 100 studenten, met 10 hogescholen, ROC's, universiteiten, allemaal enthousiast mee. De links waren zo gelegd en iedereen die was heel, ja, de samenwerking kwam heel makkelijk tot stand. Dat is wel heel mooi om te zien. Gezien de tijd, Patrick, ik kom zo nog bij jou, maar Ramon, jij hebt ook een vraag, zeg ik. Nicky, wil jij Ramon unmuten? Ja, sorry, ik moest heel even Ramon zoeken. Even kijken. Dit heb ik nog niet zo eerder gedaan. Ja, ik heb je een verzoek gedaan om te unmuten. Ja, top. Helemaal goed. Goedenavond allemaal. Ik kom zelf van de universiteit af en ik ben nu dus onderdeel van Science Guide. En daarbij ben ik eigenlijk heel veel in contact gekomen met het HBO en lectoraten. En daar heb ik toch een soort nieuwe bewondering voor gekregen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, al die mooie projecten die we nu vanavond hebben gehoord, hadden die ook op een universiteit gekund? Of zijn dit echt HBO-dingen? Is het echt de kracht van het HBO? Mooie vraag. Ik zie Floris glimlachen. Floris? Ja, nou, ik begin te glimlachen inderdaad, omdat ik, als je dit zo ziet, dan denk je, hè, zoals dat filmpje, naar buiten, dat is echt HBO. Ik ben hierop gepromoveerd, maar dat was niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Hè. Toch over het algemeen, als je even een stigma, universiteit is modelleren en dat soort dingen, en ik ging naar buiten en weinig model, dat werd niet in dank door elke professor afgenomen. Ik heb wel het idee dat dat tij heel erg gekeerd is. Ik begeleid heel veel PhD-studenten waarmee ik de praktijk inga en het belang kan laten zien dat rubbish in is rubbish out natuurlijk bij het model. En dat je echt, als je dit soort dingen onder water zet, hoe veranderlijk het kan zijn. En dat het model dat gewoon echt niet weet. Dus vanuit die optiek denk ik dat het ontzettend mooi is dat we op deze manier, ik kom zelf uit Delft, dus ik werk met name met de Universiteit Delft, Rug natuurlijk vanwege de Groningen en IAE Delft, waar veel PhD-studenten vanaf komen, zie ik nu wel dat dat tij echt verandert. En ook dat het multidisciplinaire wat erbij komt. Hè, dat we, mijn onderzoeksgroep natuurlijk, en waarvoor dank dat ze mij genomineerd hadden, dat is fantastisch, is ook heel erg divers. Hè, bestaat ook mensen die uit van de universiteit afkomen, die van het HBO afkomen en verschillende leerlijnen. En ook die disciplines hè, zijn ook internationaal. Dus ik vind dat wel. Dus ik denk dat het tij wat dat betreft zeker op een hele positieve manier aan het keren is. En dat het een lange antwoord, maar universiteit en HBO steeds dichter bij elkaar komt. Gelukkig. Ja. Hoi, dankjewel. Patrick, kun jij daar iets? Hoe zie jij dat? Ik werk heel veel met universiteiten. En je ziet dat zij wel op zoek zijn, de wens en de noodzaak om meer transdisciplinair onderzoek te doen. Ook omdat ze natuurlijk de complexiteit van dit soort vraagstukken onderkennen. En daarvoor kijken ze wel steeds vaker naar HBO's ook natuurlijk, omdat die toch wel beter geoutilleerd zijn om praktijkrelevante, praktijkgericht onderzoek uit te voeren. En in de praktijk ook beter ingebed zijn in dit soort gebiedsprocessen. Beter vaak ook praktijkconnecties hebben met de werkveldpartners. Nog sterker, ik ben door de Universiteit van Maastricht gevraagd om eigenlijk hetzelfde te doen wat ik bij In Holland doe, maar dan voor de Universiteit in Maastricht. En dat is met name gericht op praktijkrelevant en transdisciplinair
meer onderzoek, waar ze bij universiteiten in de regio toch meer moeite mee hebben dan bij HBO's. Tegelijkertijd dat alle universiteiten en alle HBO's in Nederland stappen maken in die richting. En dus je hebt bijna elke universiteit die wel een interdisciplinaire studie heeft. En dus dat gaat een stap verder dan multidisciplinariteit. Maar dan de stap maken naar transdisciplinariteit. Dus dat je echt in de praktijk de kennisvragen ophaalt bij de partijen die daarmee bezig zijn. En dan ook daar samen de kennisontwikkeling mee doet. Dat is voor heel veel HBO's en WO's helaas nog niet de praktijk. Dat is eigenlijk, dat staat nog in de kinderschoenen. En daar probeer ik zelf wel vanuit mijn lectoraat en vanuit mijn leerstof wel handen en voeten aan te geven. Oké, heel mooi. Mieke, voor jou ook nog een korte beschouwing op deze mooie vraag van Ramon? En dan ga ik door naar de afronding. Dat is zeker een hele mooie vraag, Ramon. Dat praktijkgerichte onderzoek is toch iets anders, zit toch iets anders in elkaar dan meer fundamentele onderzoek van de universiteiten. Dan zie je dat als wij samenwerken met universiteiten zoeken, dat het vaak inderdaad ook de technische universiteiten zijn. Hè? In ieder geval dat de universiteiten of de vakgroepen die veel meer praktisch gericht zijn ook. Maar je ziet inderdaad dat wij ook weer veel dichter bij die praktijk staan. Aan de universiteiten denken ze toch meer in de abstracte modellen, terwijl wij echt die vertaalslag helpen maken van wat betekent dat dan concreet voor je bedrijf, hoe je processen inricht, hoe je producten maakt, wat voor dienst je dan kan leveren. En dat zie je ook terug hè, van mensen die de innovatieafdeling leiden of directeur zijn van die bedrijven waarmee we samenwerken in bouwbedrijf of installatiebedrijf. Dat zijn vaak mensen die opgeleid zijn ook bij het HBO. Dus die interactie is heel, heel intensief. En je ziet dat de hogescholen zich ook echt richten op, ik noem maar even DNA, van de regio. En die DNA van de ene regio is echt de DNA van de andere regio niet. Ik heb zelf met schade en schande moeten ervaren, zeg maar toen ik uit de Randstad naar Groningen kwam en later naar Twente ging, dat wat je doet in de Randstad, dat gewoon niet werkt in de andere gebieden per definitie. Terwijl je er wel van uitgaat. Je denkt van, oké, we hebben nu een pilot gedaan, dan kunnen we daar zo uitrollen. Ja, nee dus. En daarom is het dat netwerk wat we hebben als hogescholen gewoon super, super belangrijk. Misschien dit even, gezien de tijd. Ja, nee, heel mooi. Dus wat jullie eigenlijk zeggen, dat het komt wel steeds dichter bij elkaar. En er staat steeds meer samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Maar er zijn ook wel verschillen. Ik werk zelf heel veel met universiteiten en hogescholen of zo. Heel langzaam. Ik zie het ook veranderen, maar ik zie toch inderdaad wat Mieke zegt, herken ik wel, dat hogescholen toch vaak al langer gewend zijn om echt met praktijk te werken en praktisch gewoon te kijken wat voor verschil kunnen we maken. En dat bij universiteiten nu wel steeds meer naar voren komt, maar ook nog wel meer zoeken is hoe past dat dan bijvoorbeeld om daar weer in internationale tijdschriften goed over te publiceren. Want daar zit natuurlijk ook nog best wel een ingewikkelde combinatie te maken. Maar goed, dat laten we dat de komende 10 jaar gewoon met elkaar mooi doorzetten. Ik wilde ook naar een afronding toe, want dan kan iedereen weer een mooie tijd aan de restant van de avond beginnen. Tenzij er nog één iemand een hele prangende vraag heeft. Nee, ik zie niemand in de chat. Soms loopt de chat echt helemaal uit de klauwen, maar deze chat is heel mooi in de gaten te houden. Dank jullie wel. Dit was dus de sneak preview, kun je het zeggen, van de duurzame lector van het jaar. Dus we hebben niet gevraagd om te stemmen of niet gevraagd om te zeggen wie vind je beter. Want dat is natuurlijk niet alleen een competitie. Het is juist ook om het mooie werk van lectoren op een goede manier naar voren te laten komen. En we hadden dus Mieke, Floris en Patrick gevraagd om wat inkijkje te geven in hun werk en met ons daarover in gesprek te gaan. Dus ik wil allereerst Mieke, Patrick en Floris heel erg bedanken voor jullie mooie inzicht in hoe jullie werken. Dus wat mij betreft applaus. En er zitten van die mooie functies inderdaad in, ik zag net al iemand dit soort dingen. Jij ook bedankt, Anton. Ja, super mooi. En vrijdag is dus de uitreiking, want dan wordt er wel, er is een jury, waar nogmaals waar Leon, Nicky en ik in zitten. En die geeft dan ook de prijswinnaar maakt hij dan bekend. En dat is vrijdag. Nicky, weet jij precies hoe laat? Ik dacht 2 uur, maar weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ja, vanaf 2 uur begint de awardshow. En er worden ook de Sustainable en de Rachel Carson afstudeerprijs bekendgemaakt. Maar ook de duurzame lector van het jaar. Dus zet hem vooral gewoon aan op vrijdag en kijk mee. Ja,
En de rest van de week zijn er nog allerlei andere webinars, zowel over heel veel inhoud, circulaire economie of voeding of ICT, energietransitie, maar ook over praktische dingen die bijvoorbeeld hogescholen of universiteiten kunnen doen over een inkoop van energie. Dus ja, schrijf je in mocht je dat nog niet hebben gedaan. En wel belangrijk om te weten dat elke nieuwe sessie waar je heen gaat, heeft een eigen link. Dus je kunt niet praktisch gezien niet op dezelfde link klikken als nu, want dan kom je in de verkeerde sessie uit. Even kijken. Nou ja, en voor alle andere vragen die je hebt, check de website groenepeper.com. Volgend jaar is er geloof ik weer eentje. Dus mocht je wel denken van, hey, ik doe graag mee. Ik wil ook in de voorbereiding betrokken zijn. Of ik wil als hogeschool meer op het podium. Of ik wil dit, of ik wil dat. Schroom niet om ons even te benaderen. En Nikki, jij bent eigenlijk een beetje de grote organisator van deze week. Heb jij nog een mooie uitsmijter of iets moois om mee te geven aan iedereen? Nou, dat ik super blij ben dat jullie hier zijn. Deel het vooral ook met je studenten nog. Ook de lectoren, zorg dat je extra veel support hebt aan de andere kant van de buis op vrijdag. En ja, ik kijk er naar uit. Ik hoop de mensen die nu ook kijken in andere sessies weer tegen te komen. Oké, nou daar sluit ik me graag bij aan. Heel veel bedankt. En nogmaals, Floris, Patrick en Mieke, heel erg bedankt voor jullie mooie inspirerende bijdrage. En op naar de rest van de groene peper en op naar een mooie winnaar van de duurzame lector van het jaar. En dank aan het ISO en Leon om dit te organiseren, want dat is toch wel zeer mooi dat het met studenten zo mooi georganiseerd wordt. Dus super dank en geniet nog van een mooie avond. En waarschijnlijk tot vrijdag. Tot vrijdag. Bedankt. Fijne avond. Hoi. Oké, top. Nou, dan ga ik denk ik de meeting afsluiten en dan spreek ik jullie allemaal weer later. Dankjewel. Doeg.